18 maart. De corona-lockdown gaat van start. Fysieke lessen worden weblectures en studenten moeten in hun kot blijven. Voor velen is het mentaal zwaar. Maar hoe zit het met de studenten die voor de lockdown al kampten met een mentaal probleem? 6 studenten vertellen mij hoe zij de lockdown beleven. In het begin was het wat zwaarder en dan had ik zo een paar weken dat ik zo echt alles heel zo optimistisch aan het bekijken. Ik was echt van oké, we gaan er gewoon voor, ik kan niet meer studeren. En dan was er weer zo even zo wel dagen dat het echt zo niet ging en dat ik gewoon niks van motivatie had. Toen dat dan de corona was en dat we eigenlijk in lockdown moesten gaan, heb ik dat eigenlijk redelijk positief ervaren. Eigenlijk met het feit van ik kan even thuis op mijn gemak tot rust komen. Maar dan nu, ja, naarmate dat we zo'n aantal weken verder zijn, begint het toch wel wat zwaar te worden. Het gaat gewoonlijk wel een beetje in een golfbeweging. Maar ik heb het gevoel dat de dip nu een beetje dieper is. De gedachten die ik nu heb zijn niet nieuw of uniek. Maar het is gewoon lang geleden dat het zo donker was, zal ik maar zeggen. De meeste mensen zien autisme als een soort hersenziekte met alleen nadelen, maar er zijn redelijk wel voordelen, zoals het feit dat ik emotioneel minder raak ben door sommige dingen. Zoals de lockdown-situatie met de corona, daar heb ik heel weinig last van. Ik kwam tijdens de crisis uit opname, dus mijn nazorg kon ook niet zomaar starten zoals anders. Zo die isolatie en die eenzaamheid, dat is iets wat ik eerder eigenlijk ook al heb ervaren. Mm-hmm. Door net mijn angststoornis te hebben in het verleden. Dus ik heb toen in het verleden dan ook wel geleerd gehad hoe dat ik daar dan mee moest omgaan. Een negatieve invloed van corona is denk ik vooral dat ik zo nog meer moeite heb met mijn draai terug te vinden in het dagelijks leven buiten opname. In quarantaine voelt alles ook een beetje zinloos, hè? Omdat alles onzeker is en zo, en we weten niet wat er gaat gebeuren. Sociaal contact is ook niet effectief onder goed houden, maar het is echt wel iets anders om gewoon één op één contact te hebben met iemand in dezelfde ruimte te zitten. Ik denk dat ik eigenlijk mijn gewone levensstijl een beetje verder leef. Ik ben echt wel introvert. Hetgene wat ik het meeste mis, is als ik vrienden zie om die een knuffel te geven. Ik dacht zo van dat het goed ging zijn soms om zo ook zo minder te verplicht te zijn om mensen te zien, minder naar zo de lessen te moeten gaan en zo. Maar nu merk je elk meer dan ooit van hoezeer je dat elk wel echt nodig hebt en zo. Allee, ik kan mij bezighouden, maar ik kan me niet bezighouden met mijn school bijvoorbeeld. Want ik had daar gewoon geen energie meer voor. Geen focus, geen goesting. Misschien stom te zeggen van ja, oh, ik studeer nu, want ik heb geen goesting. Maar dat ging ook gewoon totaal niet meer. Ik heb een angststoornis. En dat is niet dat dat in één keer weg is. Ik moet eigenlijk elke dag confrontaties blijven aangaan met de dingen die moeilijk zijn voor mij. En ik merk dan ook door corona en door thuis te zitten dat ik eigenlijk niet meer word uitgedaagd om sociale situaties aan te gaan. Ik denk ook wel dat meer mensen nu het soms lastiger hebben. En ik zou het fijn vinden moest dit ook wel een stapje zijn naar een... om het stigma een beetje naar beneden te kunnen halen.